Nog nooit haalde FC Groningen zoveel punten in de eerste seizoenshelft. De ploeg van trainer Pieter Huistra behaalde maar liefst 37 punten en staat ermee op een mooie derde plaats. Voor de voorzitter van de supportersvereniging, John Schurig, komt de goede prestatie niet als een verrassing. Nou, dromen is één. Om eerlijk te zijn, en de mensen die me kunnen, daar hebben we voor de seizoen hebben we er wel over gesproken. En dan vroegen ze ook aan mij, wat denk je ervan? Toen heb ik gezegd van, ze komen bij de eerste vijf dit jaar. Pieter Huistra is bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Groningen. De vervanger van Royan stond voor een zware opgave. Het zijn ook twee verschillende trainers. De aanpak van Pieter Huistra lijkt momenteel erg goed te werken. Er zit een groot verschil in, ik denk toch in een soort aanpak. Vanaf het eerste moment, toen ik de training begon te volgen in Haren, dan zag je gewoon dat er op een gegeven moment een ander soort voetbal kwam. Het is toch behoorlijk aanvallend ingesteld, de wil om aan te vallen in ieder geval. Dat betekent dat de balcirculatie wat sneller moet gaan. En bij Ron Jans werd toch ook vaak, en dat hangt ook van de soort voetballers die je hebt, de lange bal gehanteerd. En ik denk dat is wel een hele grote verschil. Aan het begin van het seizoen heeft FC Groningen drie nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Michael Kieftenbelt, Jonas Ivens en Dusan Tadić presteren allemaal goed. Alle drie de spelers kunnen rekenen op een plek bij de eerste elf. Wat ik een hele grote aanwinst vind, is Ivens. In het begin zag je dat hij even wat problemen had om zich aan te passen gewoon. Maar ik vind het een van de stabielste factoren op dit moment bij FC Groningen. Ik denk dat Tadić ook een speler is die nog een pak bij de 1, 2 jaar bij Groningen voetbalt en dan verder gaat. En dat heeft hij zelf ook aangegeven. Maar die jongen speelt met plezier, dat zie je. Die jongen heeft niet alleen kwaliteit in de benen, maar die denkt ook na van stap voor stap gewoon verder. En ik wil op die plek komen waar ik graag eindigen wil. En dat is bij een sub of bij de top. Nou, daar trekt Groningen profijt van. Een minpunt in de eerste seizoen zelf was de blessure van Koen van der Laak. De aanvaller scheurde zijn kruisband af en zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Ja, dat doet zeer. Het is een risico gewoon wat het met zich meebrengt. En als voetballer zijnde, dan is het een kwestie van de boel weer oppakken en verstand op nul en er weer voor gaan. FC Groningen heeft dit seizoen weinig te maken met blessures. Daardoor beschikt de FC bijna het hele seizoen al over een nagenoeg fitte selectie. Ik denk de kracht is het team. We hebben over een paar individuele spelers hebben we het gehad. Maar uiteindelijk is het gewoon het team. Dat is de kracht. En het team wat er staat, maar ook wat er op de bank zit. We hebben nu eindelijk eens keer een beetje het geluk, buiten Koen van der Laak om, dat we weinig blessures hebben. De afgelopen jaren hebben we dat wel gehad. En nu niet. Valt er een uit, dan zet je iemand bijna op hetzelfde redelijke niveau op dezelfde plek neer. Je hoeft niet een hele elftal meer door elkaar heen te gooien. Ik denk dat dat de kracht is. En als dat zo blijft, dan zie ik voor de tweede helft van het seizoen hele mooie dingen nog gebeuren. Voordat de spelers van FC Groningen kerstmis kunnen gaan vieren, wacht donderdag nog de wedstrijd tegen Genemuiden. De Groningen spelen daar voor een plek in de kwartfinale van het bekertoernooi.